Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal. Er is mij gevraagd geworden door een lid van Dutch Pepper Lovers om een keertje voor wil doen hoe ik bloemen doe afschermen van kruisbestuiving. Ik heb hier een voorbeeld hoe dat eruit ziet. Als je mijn vorige YouTube filmpje had gezien, dan weet je dat ik één bloem in een zakje had gedaan. En die bloem die is gaan ontwikkelen tot een vrucht. Nou is de vrucht te groot geworden. Dus ik moet dat zakje even eraf halen. Heel voorzichtig. Want het heeft geen zin om zo'n heel zakje eroverheen te laten. Maar ik moet wel weten in de toekomst dat die vrucht geïsoleerd is geweest. Dus hoe doe je dat? Eigenlijk vrij simpel. De meest makkelijke manier is gewoon door het zakje. Een twee te snijden, of in ieder geval bij de ziplock gebeuren af te snijden. Even kijken, zo. Dan heb je eigenlijk alleen dit over. En hoe doe ik dat? Ik doe het gewoon weer terug over het bloemetje heen, of over de vrucht heen. En ik knijp hem dicht net boven de vrucht zelf. Dus. Zo kan de vrucht lekker doorgroeien zonder obstakels. En ik weet in de toekomst welke vrucht ik geïsoleerd had zonder dat er een of andere obstakel in zit. Want als je het zakje eromheen laat tot een bepaalde grootte, dan gaat hij op een gegeven moment vormen naar het zakje. En dat wil je gewoon niet hebben. Je wilt gewoon dat de vrucht zich gaat ontwikkelen zoals het is. Ik heb hier twee kandidaten. Dit is de Carolina Reaper, de HP22B. Dit is de achtste generatie. De vrucht die hier afkomt, wordt en daar de zaadjes, als het daar een nieuwe generatie pakt, wordt de negende generatie van mij in ieder geval. En dit is een Chinese 5 color. En ook deze ga ik eentje apart doen. Dus wat heb je nodig? Je hebt ziplock nodig. En ja, nogmaals. Je kunt ze kopen bij de Grow Shop. En bij de Grow Shop, als je zegt ziplocks, weten ze absoluut niet wat het is. Als je zegt wietzakjes, dan weten ze het gelijk. sorry, flauw grap. Maar je kunt ze goed kopen bij AliExpress. Want zulke dingen zijn goed genoeg bij AliExpress. Dus. En voor de mensen die willen weten welke bloemetjes gebruik ik om te af te schermen. Hier zie je een bloem en die is nog niet open. Dus alle wanden van de bloem zijn nog tegen elkaar. Dus ze zitten nog netjes gewoon tegen elkaar. Dan pak je gewoon je ziplock en die maak je open. En die schuif je er gewoon heel voorzichtig overheen. En dat is even een fimmelwerk bij sommigen. Maar geloof mij, het is de moeite waard. Wat ik altijd doe, is gewoon kijken of ik hem open kan houden zo. En dan schuif ik hem netjes eroverheen. Dus nu heb je eigenlijk gewoon een bloem in een ziplock. That's it. En dan ga ik het ook tevens doen met mijn Carolina Reaper. Om mijn negende generatie uit te zoeken. Want ondanks dat ik hier een vrucht heb hangen, die vrucht daar wil ik totaal geen nieuwe generatie van hebben. Nou, zoom. Oké, dus dat kunnen jullie wel zien. Dus hier gaat ook een zakje overheen. Oké, zoals jullie kunnen zien, ik heb er dus nou een aantal afgeschermd. Hier drie, daar twee, en hier tevoren ergens eentje, hier daar. En dat is gewoon puur om kruisbestuiving tegen te gaan. Dit is een van de effectiefste methodes om je vruchten af te schermen tegen, of je bloemen af te schermen tegen kruisbestuiving. En nogmaals, voor mensen die dat niet interesseren, laat gewoon normaal groeien. Maar wil jij vruchten hebben die trouw zijn, dan zul je ze echt moeten afschermen. En zo hoef je dus ook niet ieder jaar nieuwe vruchten of zaadjes te kopen. Dus dat scheelt uiteindelijk ook een hoop geld.
En voor, zeker voor mensen die generaties in kweken zijn, dus, dus de vrucht die ik ga selecteren binnenkort, dat wordt de 9e generatie die ik van deze plant heb gekregen. En ja, je wilt dan echt gewoon kwaliteit hebben. Dus nogmaals, tot de volgende keer.